Goedenavond, het is donderdagavond en ik begin vandaag alvast met een vlog, want het is vandaag 6-6 en dat betekent dat wij 4 jaar getrouwd zijn. Dat vieren we echt morgen, we gaan lekker uit eten, maar we hadden wel allebei verrassingen voor elkaar. Zo heb ik van Sven een doosje bonbons gekregen waar Niels er alvast een van heeft gepikt. En daar is de man in kwestie. En een kaartje en mooie bloemen. En het is nog even een zooi, ik moet het nog even opruimen. En ik heb hem dit gegeven. Ik wilde eigenlijk het bucketlist voor partners boek geven. Maar goed, die was er niet. En toen dacht ik, dit is ook wel leuk, want dit is 999 vragen aan je partner. En dat gaat dus echt van, even kijken. Ben je voor de doodstraf? Tot, even kijken wat hebben we hier. Of was je een goede leerling? Kun je tegen kritiek? Zou je een tattoo willen? Oh, dat is Niels moment. Dat was Niels eventjes. Maar wij gaan lekker een wijntje doen, kaasje doen, bonbonnetje doen. En dan een gezellige avondje hebben. Morgen gaan we lekker uit eten. Zaterdag gaan de kids met Sven naar Zwolle, want Sven heeft daar een concert. En zondag hebben we met mijn nicht en de family daarvan afgesproken, dus de kids en vriend. En maandag is het tweede Pinksterdag, dus gaan we, weet ik niet wat doen, zijn allemaal leuke dingen. Ik dacht, dus we gaan het zien, dus ik neem jullie mee. Goedemorgen, het is vrijdag, laat ik wel zeggen. En zo gaat het dus de hele tijd, let op. Mini Tormelini, dit hele huis door. Ja. Ja, heb je deze kamer helemaal gehad? Nee, toch nog even terug? Ja, je bent wel van de stippeltjes vandaag. Kom, gaan we hierheen. Ja. Oh ja, je bent hier natuurlijk nog niet geweest. Ja, ik wil even deze keer. Dan doe je het rustig aan als de camera erbij is. Hè? Tranquilo, tranquilo. Nee, er zit gelukkig niks in. Ja. Ja. Ja, goed dat je het even checkt. Gisteren was heel relaxed. We hebben een filmpje gekeken en lekker samen geweest en nu ga ik even een restaurantje reserveren voor vanavond. We stonden op de wachtlijst voor een restaurant, maar nog niks gehoord. Dus we moeten op een gegeven moment natuurlijk wel iets anders gaan regelen, anders kunnen we nergens terecht. Tenminste nergens. Niet waar we dan willen. Dus we gaan denk ik ergens anders eten. Oh, wie is dat? Oh, dit vindt ze ook heel leuk. Deuren open en dicht doen. Vind ik als moeder iets minder leuk. Elin, leg maar weer neer het snoertje. Ah, oh, okay. Naar Niels. Oh ja, dankjewel. Hier zo. Naar Niels gooien. 1, 2. Oh. Het wordt ineens een portie donker in huis. Ik heb maar even een lamp aangedaan, tenminste geen lamp. Mama en Niels zijn naar het Nijntje Museum, want Niels is er vriendje van, dus die kan dan gratis. En Elin wordt nu wakker, dus ik ga haar eruit halen. Het is precies volgens mij 4 uur, dus dat heeft ze prachtig gedaan. 4:01. Toppert, toppert. Oh, oh, wat gebeurt er allemaal? Ja, ja, liggen ze allemaal op de grond. Ja, die is allemaal op grond. Ja, ga je erheen kruipen. Ik zal even het gordijn open doen.
dan kunnen we wat zien. Ah, hi. Hi. Ja. Hi, lieverd. Ja. Ja. Ja, goed zo. Hoi, do, do, do. Oh, wagenboes. Heb je lekker geslapen? Ja, kijk hier, lieverd. Hey, Lin. Hallo. Hier, kijk, hier heb ik al een. Oh, ja, ja, ja. Oh, da, poeta, poeta. Ja, maar doe maar niet op de grond gooien, want dan moet ik het hele tijd bukken. Hi. Ja. Heb je nou weer gepoept? Oh jee. Ja, zou er nog een tandje komen? Het was vanmiddag echt twee luiers. Of vanmorgen. Ja, 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 ja. Oh, gooi er maar weer mee. Gooi er maar weer mee. Ja, ja, ja. Oh, dapoe, 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 dapoe. Even kijken, even deze los. 1, 2. Zo, het zijn nieuwe knoopjes. Die zitten vastgelijmd. Die zitten vastgelijmd. Alles in de wind, alles in de wind. Jij bent het beste kind. Zo, dan gaan we even een doekje pakken. Dat is 1. Dat is 2, die hebben we zeker nodig. Met een beetje geluk meer. Ja, kom maar staan. Ja, 1, 2. Poep. Poes. Nog een keer. 1, 2. Goed zo. Hi, daar, daar. Oh, ga je even slapen? Oké, okay, zo. Even lekker liggen, zo. Wat er is er? Oh, maar even heeft die puntje erop. Ja. Dat moet hierop. Oh. Ja, dat krijg je niet meer goed. Nee, dat zei ik ook al. Dat krijg je niet meer goed. Waar is het puntje nou weer weggerold? Nee, dat is zonde. Het is afgebroken. Dat krijg... Is het dan voor jou lekker een toetje? Voor mij? Dank je. Oh. Oh jee. Ik ga het erin doen. Had je er al water en bloemen in gedaan? Hoorde ik dat nou? Ja. Oh, lekker. Nou, dank je wel. Oh, met watermeloen ook. Oh, dank je wel. Goed, ik ben even Niels zijn te kleine kleren ga ik allemaal in die zak doen. En die geef ik dan aan mijn beste vriendinnetje. Want ja, het is allemaal te klein. En heel veel schoenen heb ik weggegooid. Ik ben goed te zijn. Want ja, die zien er gewoon echt niet meer uit. Kijk, die laarsjes van regelaarsjes ook kan wel. Maar deze zien er ook nog best wel oké uit. Dus die geef ik ook. En als ze die wil, dan kan ze dat nog wegdoen. Maar de meeste, ja, dat kan echt niet meer. Dus ja, end of an era. Weer een... Ongelooflijk, het gaat zo hard. Ik stel tegen gewoon het schek. Sommige dingen doe je echt heel lang mee, zoals deze trui. Daar heb ik gewoon echt heel lang mee gedaan. En andere dingen denk je, nou, ik weet niet hoe vaak ik het uit heb gehad. Maar dan valt het gewoon klein of zo. We zijn uit eten. En dit is ons eerste gerechtje. En dit is ons uitzicht. Goed te zien. Dit is onze volgende gang. Ik weet niet waarom het licht zo komt. Ik hoop dat jullie er niet zo last van hebben in beeld. De volgende gang. Ik vraag me niet om het te herhalen. Maar Sven heeft zeg maar de visvariant. En ik vegetarisch. En we hebben er het bobarrangement bij. Dus we hebben steeds een klein wijntje erbij. En we hebben een kippetje. En een nieuw wijntje. We hebben nu weer allebei iets anders. Ik heb iets vegetarisch en Sven heeft iets met vis. Het hoofdgerecht. Er wijntjes erbij. De lucht is inmiddels weer blauw. Dan kun je iets beter buiten gaan zien. En met hele kaasjes en zoet. Goedemorgen, het is zaterdag en gisteren was heel leuk. Ik heb volgens mij alleen de gerechtjes gefilmd. Nu ben ik eventjes Nielsen
koffer in aan het pakken, die van Eden. En Eden zit ondertussen hier met het keukentje te spelen. Ja, wat is er? Ja, maar de kruk gaan we toch niet schuiven? Nee joh, kijk eens. Oh, wat zit er allemaal in de kast? Wat zit er allemaal in de kast? Ja, wat zit daarin? Spulletjes, hè? We kunnen deze er ook even allemaal weer in doen, hè? Zo. Ja. 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 Ja, goed zo. Gezondheid. Ik heb niet echt meer gefilmd, maar de kids zijn nu net weg. Het is nu 1:15. Het was nog een beetje chaos hier, want... Ja, Eden krijgt denk ik weer een tandje, de spuitluiers en allemaal gedoe. Maar nu draait er een was. Ze zijn allemaal de deur uit en ik ga nu ook even de deur uit. Ik hoop dat ik droog overkom, maar ik vraag het mij ernstig af. Ik fiets even naar de winkel, want ik moet onder andere billendoekjes halen. En nou, douchegel voor Sven, dat soort dingen. Ik zei tegen Niels, moet ik voor jou nog iets meenemen? En zo, mijn broek staat nog open. En toen zei hij, speelgoed alsjeblieft. Dus ja, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, dus ik ga eventjes naar winkelcentrum toe om dat te doen. Ik heb geen zin om naar de stad te fietsen, want het is weer zo druk. Dus makkelijker om het even allemaal, ik moet gewoon een action voor die billendoekjes en weet ik veel kruidvat of zo voor die douchegel. Het regent echt zo hard. Ik weet niet of je het kan zien, maar nee, moet ik gaan. Ah, lekker weertje hoor. Ben thuis. Kan je vertellen, nu begint de zon te schijnen. Nou ja, ik had gewoon een capuchon op en zo. Dus het is allemaal goed. Nu ga ik lekker even op de bank zitten. Met wat drinken en wat eten. Even relaxen. Eventjes iets van een serietje of zo kijken. En dan ga ik denk ik nog even opruimen. Ja, ik ga eerst even een droog boek trekken. Ik ben zojuist begonnen aan Temptation Island USA. Want daar hoorde ik allemaal goede verhalen over. Aangezien dit Temptation seizoen natuurlijk een beetje tegenviel. Kunnen we het hier misschien wel mee goed maken. Maar goed, nu is het 4:30. Moet misschien toch nog een klein beetje in actie komen. Dus ik ga een lekker theetje zetten. En ik ga even opruimen hier. Want dat is nodig. En misschien dat ik ook aan mijn klerenkast begin. Want daar heb ik ook nog een paar afdelingen te... Hoe zeg je dat? Te tackelen. Goed, eerst een theetje. Ik heb net even de kussens verwisseld. Dus de, zeg maar de fluwelen kussens. Ik heb ze nu binnenste buiten zitten. En de roze fluwelen, die zijn eraf. En nu heb ik er gewoon weer frisse, een beetje meer linnenachtige stoffen op gedaan voor de zomer. Dat doe ik eigenlijk altijd. Eventjes wisselen. En in principe zit zeg maar gewoon de schone... De hoesje al onder, dus dat scheelt dan altijd. Alleen ik denk dat ik het met deze niet ga doen. Ik denk dat ik deze gewoon eventjes opberg. Dus ik ga ze nu wassen. En de vliesdeken ook. En ik heb ook nog een dekje over Elis toe liggen. En die ga ik denk ik gewoon eventjes ergens opruimen. Ik probeer me iets te zeggen, maar ik, ja, maar ik weet niet wat. Ik weet niet wat, want er is eten. En je toilet is schoon. Maar ik weet het niet. Ze probeert me iets te zeggen. Ja, zou ik het maar begrijpen, Worm? Ja, ik wil je gewoon even koelen. Maar goed, dat vind ik altijd wel even lekker fris. Ik heb ongeveer 100 kilo oud papier en glas in zakken gedaan. Maar dat is voor morgen. Want dat ga ik niet tillen. Ik ga dat nu even wassen. Oh, of ga jij er nog even op liggen? Dan was ik het straks. Ja, dan was ik het straks. Goed.
De boodschappen zijn binnen. De arme man was echt volledig verdwaald. Ik heb vandaag twee maskertjes gekocht. Deze Bubble Sheet Mask. Volgens mij een Koreaans masker. Ik ben heel benieuwd. Bij de Ethos gewoon. En dit Shawl Food Masker. Ook heel benieuwd naar. Oh mijn god, mijn camera viel echt zo hard net. Dat heb ik echt nooit. Maar hij doet het nog, volgens mij. Oké, ik heb net het voetenmasker gedaan, dat was echt heerlijk. Dat zit er nu nog zeg maar in mijn sokjes. Ik heb die sokjes zeg maar aangehad en dan moet je dat 20 minuten doen. Nou, ik heb 30 minuten gedaan. En dan moet je het nog insmeren in je voet en dan gewoon de sok eroverheen doen. Dus dat heb ik nu. En nu ga ik dit masker doen. Nou, dit is hem. Hij bubbelt. Gaan zien. Zo, interessante geur. Nou, kan ik een bank boven? Had ik iets ander kleurtje kunnen geven of zo? Ik snap het nooit helemaal. Je wil juist dat je hele neus bedekt is. Ja. Ik ga wel een beetje kleinste neus hebben. Nou, dit is een lookie hoor. Ik vraag me wel af of ze iets een ander kleurtje hadden kunnen kiezen. Maar het is bizar, er zit allemaal schuim op. En dan moet ik het eraf halen. En dan moet ik mijn gezicht wassen. Nou, ik vind het zoiets bizars. Even kijken. Ik weet ook niet of je het hoort, maar het... Het is ook een bijzonder geluid. Nou... Ik weet niet of ik echt iets heel erg voel. Verder nu, behalve a sense of freedom. Een beetje tonic. En nu ga ik verder met de film die ik aan het kijken was. Een of andere Netflix film, ik heb eigenlijk geen idee hoe die heet. Het is een beetje donker hier aan het worden. Hij heet Someone Great. Nou ja, die ga ik kijken en ik zie jullie denk ik gewoon morgenochtend. Goedemorgen, het is zondag, eerste Pinksterdag. En ik heb lekker geslapen. Ik had de wekker gezet om 8 uur. Ik was eerst om, wat was het, 7:10 volgens mij wakker. Ik dacht, joh, toen heb ik nog overwogen om eruit te gaan. Toen dacht ik, nou, als ik wakker ben, ben ik wakker. Maar toen dacht ik, nee. Want toen dacht ik ook, ja, weet je, uitslapen gebeurt ongeveer nooit. Dus... Ik draai hem nog even om. Hele bizarre dromen gehad. Maar toen werd ik om 8:00 wakker van mijn wekker. Dus dat was mooi. Toen had ik bedacht dat ik dan meteen naar uit ging om te gaan sporten. Maar dat heb ik niet helemaal gedaan. Dus dat ga ik nu doen. Het is nu 9:00. Ik heb gewoon lekker een beetje in bed filmpjes gekeken. En dat is ook prima. Dat is helemaal goed. Ik ga gewoon sporten in mijn pyjama. Het enige wat ik doe is mijn sport-BH aan. Ik doe even een licht ontbijtje, want we gaan zo natuurlijk onbeperkt eten. En ik heb gesport en ik heb trouwens deze tester, dit is Daisy Love van Marc Jacobs en die vind ik heel lekker. Dat heb ik net opgedaan. Jan, ja? Mijn oma heette eigenlijk Antonia. Antonia? Antonia, maar dan mocht je Tony zeggen.
Hij vraagt hoe mijn opa en oma heet. We zijn er. Bijna. Ik zie het niet. Hé, daar is het. Oké, daar kan je eten. Ja, nou wij gaan daar eten. Bij dat oranje dak. Niet de enige. Nee, niet de enige, nee. Ik ben nou, daar gaan we. Ik heb vier opa's. Ja. Mijn opa's heeft zo. Mijn opa heeft jonken. Ja. En mijn andere oma heeft. Hoe heet mijn oma? Marie. Marianne. Heel goed. En mijn twee oma's heeten. Opa. Opa Haan. En opa. Romulus. Ja. Hier zitten de bazen aan de tafel. Ja, daarom heb ik het al weggehaald. Ik ken haar ook langer dan vandaag. En hier zitten de twee jongste Belgen. Ja. Oh, wow. Jij jongen, die blijft ook gewoon klappen hier al, jongens. Ja. We zitten nog even lekker buiten op het kleedje. Nee, dan weet ik nog niet helemaal wat ze met dit hoefje aan moet. Het is van de kleine keuken, een Choco Loco hondenkoekje. Nou, we gaan het zien. Hier zijn ik ga even lekker in bad. Mogen wij het verven doen? Uiteindelijk kwam Elin er ook nog bij, dus iedereen weer gewassen en schoon. En nu zit Elin na haar eten nog eventjes wat groenten weg te werken, want daar houden ze van, wortels en mais. Goedemorgen, het is maandag, tweede Pinksterdag. En ik ga even met Eden naar buiten, maar ik weet niet zo goed wat voor jas ik aan moet. Nou, het ziet er droog uit, dus hoef ik dat niet mee. Ik ga even met haar glas weer oprecht brengen. Zij moet gewoon echt zat even naar buiten, anders is ze niet te genieten. Dus dat ga ik nu met haar doen. Snijden. Een klein beetje snijden. Oké. Okay. Ja, dan maar even verder even dicht op bed. Trek. Ik weet niet waarin. Zo. Nee, ga ik niet zien. Komt straks al. Ik was even van alles aan het opschrijven over de operatie. Wat ik moet vragen nog. Waar ik rekening mee moet houden. Nee. Lekker, hè? Niels en ik eten toen poes, want die kregen we gratis bij de HEMA. Deze jongeman ligt degelijk uit te rusten, maar nu al ruim 3 kwartier. Dus ik probeer hem nu al een paar minuten wakker te krijgen, maar dat lukt ook niet erg. Ik wil eigenlijk 1 cyclus hebben en niet dat hij langer doorstaat, want dan gaat hij vanavond weer instaan. De chef is hier, ik weet niet wat allemaal aan het maken. Volgens mij is dit niet voor vanavond, maar voor lunch denk ik. Is dit voor vanavond? Ik weet het niet. Zit hij gewoon wel niet druk bezig. Eden ligt ook te slapen. Ze gaan zo even naar buiten zodat ik even kan filmen. Want ik wil jullie mee gaan nemen in het proces van de operatie. Zo, ik heb net even de kids en mannen de deur uitgestuurd. Mannen, ik heb er geen meerdere. Om een video op te nemen. Dus dat heb ik nu gedaan. Een hele hoop geratel. Ik hoop dat het allemaal goed komt. En ik hoop heel erg dat ik er mensen mee kan helpen. Want ja, dat is echt wel mijn doel. Want ik vind echt dat er bar weinig over te vinden is. This time and age. Ja, het ruikt heel exotisch allemaal in de keuken. Ik ben heel benieuwd wat we gaan eten. Ik ga eens eventjes deze video van mijn SD-kaart afhalen op de pc zetten. Ik irriteer me hier dus echt al heel erg lang aan. Dus ik ga dit denk ik even aanpakken nu. Het frustreert enorm. Nou, het ziet er misschien nog niet af uit. Maar ik ben al heel blij. Ik heb de hele medicijnkast eventjes, alles wat niet meer houdbaar is, eruit gehaald. En nou ja, goed, overal valt niet meer alles uit. Dat heb ik allemaal nog niet gedaan, maar dat zit wel goed.
En daarachter in mijn koffer die ga ik verkopen. En dat moet Sven even ophalen, want daar kan ik niet bij. En dat is ook heel zwaar allemaal. Dus ik heb eventjes alle knoopjes weer in het naaidoosje gedaan. Ja, dit zijn gewoon mijn gewichten en zo. En mijn camera zal het voor het verder niet mooier. Maar daarom zit er ook een deur voor. Ja, maar wat mag ze in het koffertje doen dan? Ja, jawel, die mag ze erin doen. Niels, jij moet toch je fiets repareren? Gaat ze kiezen. Dat mag ze wel. Zo, allemaal bouwen. En dit ook. Nou, dat is hartstikke lief van jou. En hoe is het met de reparatie van de fiets, meneer? Dit. Oh, dankjewel. Dit. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Hij zit helemaal in de lucht. Ze kan trouwens nu zelf gaan zitten. En ik dacht dat ik er net ook vooruit zou gaan met kruipen. Maar dat kan ook wishful thinking geweest zijn. Ik ga de vlog afsluiten. En dan kan ik hem gaan bewerken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg, dankjewel voor het kijken.